als we dit potje winnen, hebben we een nieuw record in Clash Royale. Dit is heel erg spannend. Bets in die bag. Jullie weten het al. Yo mensen, welkom bij een nieuwe video hier op de Kanvloeris. Laat ons een like achter als jij nog niet bent geabonneerd. Dat klopt helemaal niks van. Waarom praat ik zo snel en zenuwachtig? Dat komt omdat we al een potje per ongeluk begonnen zijn. In deze video gaan we proberen mijn nieuwe record te halen. En dit was totaal niet gepland. Want ik was lekker alles aan het klaarzetten voor deze video. En toen opeens klik ik per ongeluk op battle. En ja, weet je wat het is? Ik kan hem expres gaan verliezen. Maar dan moet ik twee potjes doen. Om een nieuw record te halen. Dus ja, dat ga ik niet doen. Ik ga hem ook niet expres winnen, want dan heb ik al een nieuw record. Dus ik moet nu wel heel gauw beginnen. Ik ben niet eens zeker of alles goed staat. Volgens mij staat alles wel goed. Dit is totaal niet zo gepland, maar welkom bij de nieuwe video. Oh, ik ging heel per ongeluk al een potje starten. Dit is totaal niet gepland. Staat alles goed? Ja, alles staat goed. Ik was nog helemaal bezig met alles klaarzetten. En toen opeens begin ik een potje. Dus ik dacht, ik moet nu echt heel snel alles gewoon maar aangooien. En maar hopen op het beste. Ik heb nog niet eens mijn game gesynchroniseerd. Dat zou je straks zien hoe ik dat doe. Maar ja, we zijn dus al begonnen. Ik klik dus per ongeluk op een potje. We beginnen gewoon lekker. We komen tegen een giant deckie. Ja, dat is apart. Dit is niet de bedoeling. Dit zou niet doen. Oké, hij heeft dus Zap. Dat weten we wel. We spelen nog steeds dus met de mortieren deck. Omdat ik gewoon wel een vertrouwen heb. We speelden de vorige video zo lekker sterk. Dus ik heb wel een vertrouwen in dit deckie. Ik ga dit eventjes laten. Ja, dan kom ik even met Batch hier. Dan gaat hij dit waarschijnlijk zappen. Dan log ik. Nee, dat doen we gewoon Minord. Ja, dan moet ik hopen nu. Dan moet ik nu hopen op een geen vuurbal. Weet je wat? We gaan hier gewoon een counterpush maken. Anders kan hij dit gewoon. Oh nee, ik kan het niet zappen. Ja, hij heeft een vuurbal. Dacht ik ook al wel, jongens. Ik dacht ook wel dat hij een vuurbal heeft. Maar ik wil toch eventjes testen met deze miner. Stel, hij mocht geen vuurbal hebben, was dit echt enge damage. Hadden we die toren te pakken. Dus ik wou gewoon even checken. We zitten nu al in overtime. Rascal Girls in the back. Wil ik dan weer met mijn mortier gaan? Nee, dat wil ik nu niet doen, omdat ik mijn Rascal Girls al in de back heb. Hij heeft dus vuurbal Zap. Ik hoop niet dat hij ook nog eens een log heeft, want dan zitten we wel een beetje in de problemen. Ik ga dit vuurballen, zo. Dan zapt hij dit nu al. Dan doe ik even een gang hierop. Oh, dit is lekker. Want kijk, nu gaat hij. Ah, die Dark Prince is niet dood. Ik ga ook gewoon niks doen hier tegen. Oké, dit stopt, dit stopt, dit stopt, dit stopt, dit stopt. Rascal Girls in the back. Wachten, wachten, wachten. Mortier nu hier. Hij kan dit nu vuurballen. Heerlijke vuurbal. Maar dan kom ik met mijn bats. Even mijn bats. Met mijn minion hoort. Op zijn dingen. Ik kom er nu sowieso mee. Dan doen we bats in the back. Oké, dus stopt dat hij net die musketeer. Dan heeft hij niet. Dan log ik dit eventjes zo. Gaat hij dat waarschijnlijk zappen. Ja. Dan kom ik met Rascal Girls hier. Oh, dat is er eentje dood. Dat is niet de bedoeling. Dan moet ik met Miner hier komen. Dan gaat hij waarschijnlijk zijn Dark Prince nu. Oh, via die kant. Dat is top. Dan stopt dat hij via die kant. En hij dacht dat ik met Miner daar kwam. Dan doe ik eventjes Minord hierop. Ik weet dat het duur is, maar anders gaat dat te veel damage doen. Dan zept hij waarschijnlijk. Nee, vuurbalt. Oké, vind ik niet heel erg. We staan net aan vorm. Ik ben wel een beetje bang, want hij heeft trippelspel met Dark Prince. En ik ben echt nog steeds bang dat de opnames nu niet goed staan. Ik ga gewoon de Goblin Gang in de back. In de front, dan lok ik een spel uit. Hij logt dit. Ja, dan komen we nu met Rascal Girls. En met dit. Dit doe ik puur omdat ik niet wil dat hij nu volle aanval gaat. Dan, ja, kijk, dan gaat hij op zijn defense. Dat is precies wat ik wil. Doe ik mijn badge hierop. Zo, let's go. Nice. Dan stoppen we dit. Gooien we een hoge minor, want er komt nu een giant. Daar is die giant. Dan ben ik echt slecht. Oh, nee, we zijn de lul, hè. Volgens mij zijn we de lul. We hebben nu wel gezapt. Dus we doen het eventjes hier zo. Dan loggen wij dit naar achter. Zo, dan loggen wij dit naar achter. En dan zijn we nu toch de lul. En dan wordt dit een leuke video. Ja, ik was ook helemaal niet voorbereid op dit potje. Wacht. We zijn er nu even in, jongens. We zijn er nu even volledig in. Ja, we zijn er nu even volledig in. Zo, dit was echt zo random wat ik dit nu aan het doen was. Oké. Ik ga even zinken. Links, rechts, links, rechts. Oké, dat is gesinkt. Staat alles klaar? Alles staat goed. Jullie hebben het potje gewoon gezien. Dus hebben nu alleen wel verloren. Wat betekent dat we nu nog twee potjes moeten winnen in deze video. Oké, battelen. We gaan er gewoon voor. Geen stress. We moeten twee potjes winnen. Ik ben nu wel gefocust. Maar dit was echt pure chaos. Het was ook wel een counterdeck met drie spels van hem. Drie spels, daar wil je niet tegenkomen. De reden dus dat ik ook nu nog speel met dit minor deckie is dus puur omdat het zo lekker ging de vorige video. Hij zapt dit, waardoor we gewoon volledig met via die kant gaan met dubbelen met bats. Want dan kan hij dat niet zappen.
Want hij heeft net gezapt. Natuurlijk. We killen de Mega Man, toppie. Oh, dat is een beetje... Ik had misschien iets meer gehoopt hiervoor. Mega Man en Archers. Ik denk aan Graveyard. Weet het niet zeker. Ik log nu eventjes dit weg. Zo, dan gaan we even kijken. Oké, we vuurballen gewoon even gelijk die furnace. Gelijk afgelopen. Hij kan met een Royal Giant spelen. Hij kan nog steeds met Graveyard spelen. Ligt gewoon heel erg aan zijn spel. Aan zijn spel. Doen wij eventjes de mortier hier. Zo, dan accepteer ik die Fire Spurge. Die wil ik juist graag op het toren hebben. Zodat we die damage niet pakken. Nice. Nou ja, nice. Weet ik nog niet helemaal of dit nice is. We doen nu even de Rascals een beetje hoog. Zodat hij, ja, kan het alsnog wel poison. Oké, het komt dus met dit. Hij heeft dus een poison. Heeft hij ook een zap? Hij heeft een... Oké, hij heeft dit. Wacht ik heel eventjes snel. Hier, dan komt hij hier. Let's go. Dan heeft hij ook een zap die hij nu gebruikt. Hij heeft poison. Hij heeft zap. En hij heeft barbaren barrel. Zijn wij weer in een bofkonten? Nee, we zijn totaal geen bofkonten. Want we worden nu weer komen tegen een... deck met drie spels. Ja, daar word ik gewoon niet blij van. Daar word ik helemaal niet blij van drie spels. Wel word ik blij van dat we hier een beetje damage pakken. We pakken hier een beetje damage. Dat is wel chill. Voor de rest ga ik dit allemaal laten gaan. Dan ga ik weer een mortier op zijn furnace droppen. Of ik ga Rascal Girls. Ik twijfel nu heel erg wat ik wil. Nee, we doen toch even Rascals. Want ik weet nu dat hij gaat komen met zijn furnace, denk ik. Waar is je furnace? Daar is je furnace. Doen we... Oh nee, oh, ik kom met zijn barrel die kant. Oh, dat is een hele slechte gang van mij. Maar we hebben geluk dat hij met zijn barrel via die kant kan. We hebben dit lekkere vuurballetje hier erbij. En dan staat het er nu opeens lekker voor. We pakken een mooie value vuurbal. Doe ik weer de Rascal Girls deze kant. Dan wil ik de druk hoog houden dat hij niet kan komen met zijn graveyard. Maar hij gaat nu een graveyard push opbouwen. Met die P.E.K.K.A. daar achterin. Dus dat is niet zo chill. Hij heeft wel zijn poison nu al gebruikt. Dus hij kan nu niet graveyarden en poisonen. Dit is chill. Die toren is weg, jongens. Hij heeft net gezapt ook nog eens. Waardoor we rustig zonder stress hier kunnen. Komt hij waarschijnlijk... Nee. Ik wou zeggen dat hij zou komen met zijn furnace. Zodat die furnace die Maynard kunnen killen. Maar dat doet hij niet. Dat is heel erg chill. Dan is daar zijn furnace. Dan vuurbal ik dit puur voor de chip. Doen we de bats hier in de back. Gaan we nu komen met deze kant miner. Dat is altijd de kant die je doet als je nog maar één... Oh nee! Dat is altijd de kant die je doet als je nog maar één hit wil. We gaan nu loggen. En dan hebben we daar de vuurbal. Dan hebben we dit potje gewoon gewonnen. Wow, yo, we hebben dit potje gewonnen. Dan moet er nog maar één potje voor ons nieuwe record. Bam. Zo. Dit is chaotisch. Deze video is chaotisch. Chaotisch is deze video. We moeten nu nog één potje voor een nieuw record. Eerst potje hebben we verloren omdat ik gewoon gelijk moest beginnen. Want anders... Anders waren we de lul. Nu ben ik al begonnen. Heb ik het tweede potje gewoon rustig gewonnen. Tegen iemand met drie spels. Met een furnace en een graveyard. Even een applausje in de chat. En dan gaan we nu het laatste potje doen. Ja, mijn haar zit eigenlijk even met de douche. We gaan gewoon even het laatste potje doen. We gaan er gewoon vol voor kijken hoe dit allemaal loopt. Maar wat is dit een chaotische video geworden door mijn misklik op het begin. Maar we gaan er gewoon voor, jongens. Als we dit potje winnen, hebben we een nieuw record in Clash Royale. Dit is heel erg spannend. Bets in die back. Jullie weten het al. Bets in die back. Oh nee, hij komt met een Royal Giant. Normaal gesproken zou ik nooit Rascal Girls zo doen. Maar ik doe dat nu wel, omdat ik het helemaal niet heel erg vind als hij hier zijn vuurbal of zijn poison op gebruikt. Waarom vind ik dat niet erg? Want we hebben, daar is dit, de Minionord. Dus ik vind het helemaal niet erg dat hij dat nu dit doet. Oké, dan zapt hij. Oh nee, van mij komen we weer tegen Giant trippelspel. Volgens mij komen we weer tegen een Giant trippelspel. Want ik denk dat hij ook namelijk de log heeft. We gaan er nu achter komen of hij de log heeft. We doen de Goblin Gang in de back met de miner rechts. En dan gaan we kijken of hij de log heeft. We gaan het zien. 3, 2, 1. Maar ik vrees dat we weer tegen een giant triple spelletje komen. En dat is wel counter hoor. Geen log. Oké, top. Tot nu toe geen log. Maar wel weer een Dark Prince. En ook die minions. Dus het zou best wel hetzelfde deck kunnen zijn als waar we net tegen kwamen. We doen die bats hoog om die Dark Prince vroegtijdig uit te schakelen. We weten dat hij een zap en vuurbal heeft. Meer weten we nog niet. Ik verwacht dat hij nu komt met zijn giant. Vandaar dat ik met dit doe. Doen we de Rascal Girls hier hoog. Zo. Zodat we die prins snel kunnen uitschakelen. Dat lukt. Allemaal prima. Doen we de Goblin Gang aan deze kant. De reden daarvoor... Ik ga het ook even loggen, want anders gaat het te veel damage pakken. Bats. Ja. Oké, top.
Helaas niet genoeg elixir voor nu een minetje er tussendoor sneaken. Dat zou wel lekker zijn. Maar volgens mij is dit hetzelfde deck als die eerste. En we kwamen nog wel redelijk in de buurt. Omdat die andere vent gewoon giants in de back ging droppen. Wat gewoon uberdom is. En ik denk niet dat deze vent zo dom is om dat te doen. We doen even de Maynard hoog. Misschien zept hij hem wel leuk. En dan... Hey, wauw. Nee, je gaat het toch niet menen. Je gaat toch niet menen dat we nu... Tegen... Oh. Dit is nog erger. Dit is nog erger. Dit is letterlijk nog erger dan die vorige. Want dit is Arrows. En Arrows is nog chiller dan Log voor hem. Oh, dit is echt wel heel erg, zeg. Dus we betten dit even. We gaan dit even naar achter loggen. Rascal Girls hoog. Echt hoog. Ja, jongens. Vertel mij alsjeblieft hoe ik dit ooit in mijn leven moet winnen. Misschien moeten we beginnen met Miners niet de hele tijd op dezelfde plek te droppen. Misschien moeten we daar eens even mee gaan beginnen. Beginnen we even met Bats hier, zodat we hopen dat hij dit gaat... Arrow, wat? Arrow alsjeblieft even iets leuks. Arrow even dit of zo. Arrow eventjes die dingetjes, ja, hier. Oh, dit is wel echt drama. Dit is wel echt even naaiend, joh. Waarom komen we tegen... Dit is niet normaal. Wat is dit, jongens? We komen tegen triple spel again. We hebben nu 3 potjes gespeeld, waarvan 3 keer tegen triple spel. We hebben 2 keer verloren. 1 keer gewonnen. Ja, weet je wat dit is? Ja, dit is gewoon shit. Ja. We gaan gewoon nog een potje. Ja, weet je, wat moet ik nou, jongens? Wat moet ik nou? Ik vind dat we flink genaaid worden. Dat weet ik wel. Dat weet ik wel. We gaan gewoon nog een potje. Ja, ze hebben nu 3 potjes gespeeld. 3 keer tegen 3 spels. Echt allemaal 3'en in deze zin. Maar dit is wel even balen. Ja, we konden hier heel weinig tegen. Arrows, joh. Arrows, vuurbal, zap. Kom op nou even, jongens. Kom maar even. Je moet me wel een beetje gunnen, Clash Royale. Ik moet wel een kans hebben. Oké, volgens mij is dit wel wat chiller dan waar we net tegen gekomen zijn. Kunnen we de Goblin Gang hier zo. Lokken we alles naar deze kant. We spelen wel lekker de laatste tijd. In die vorige video vond ik al dat ik echt lekker speelde. En nu weer. En dit is even jammer dat ik die Rascal Girl... Naar rechts doen, niet naar links. Ik ga dit loggen. Komen we nou weer tegen de giant? Gelukkig niet. Oké, fijn. Gaan we dit loggen, dan gaan we hopen dat hij niet een vuurbal heeft, maar een zap. We wachten heel eventjes. We doen eventjes... Oh, zap maar hoor. Zap maar. Nee, doet hij niet. Oké, hij heeft waarschijnlijk vuurbal of poison. Hij heeft snowball. Oké, we hebben geluk. Want snowball doet best wel weinig. Snowball killt namelijk helemaal niks van mijn B-dingen. Doen we even de bats hier, behalve bats. Het killt wel bats. Maar daar houdt het ook gelijk op. Dus als Snowball zijn enige spel is, hebben we opeens weer heel veel geluk deze video. Weet je, zo ga je van geluk naar ongeluk en van ongeluk naar geluk. Oké. We staan nu wel dik voor. Ik denk dat ik dit wel uit kan spelen. Hij heeft Pekka. Dan komen wij met de mortier hoog. Dan komt hij nu of met minions of met Dark Prince. Of had hij Dark Prince? Ja, Dark Prince. Ja, kijk, dat doen we. Dit is wel lekker hoor. Dit is wel heerlijk. Doe ik nu een Rascal Girl hier tegen. Dan gaan we straks rustig en zeker een Minion Horde snel knallen op die Pekka. Nu, al heeft hij vuurbal, moet hij even wachten tot hij vuurbal kan gebruiken. Want hij heeft net zijn snowball gebruikt. Dan gaan we dit even loggen, zodat die Bandit niet een hit pakt op mijn toren. En daar zitten we er nu wel lekker voor. Dan moet je ook nog eens iets doen tegen die Minion Horde. Ja, dat hebben we binnen deze video. Of deze video niet. Dit potje hebben we binnen. Heb ik een gang voor als die gek gaat doen. Maar hij gaat niet gek doen. Helemaal fijn. Ga ik straks even mijn bed splitten. Zodat welke kant hij ook komt met zijn battlerem. Ik al iets van een verdediging heb. Komt hij weer Pekka in de back? Ik heb zo'n gevoel dat die Pekka deze kant komt. Oké, dat doet hij niet. Ik wil eigenlijk dit vuurballen. Maar ik wacht nog heel eventjes. Nee, ik ga eventjes een mortier op defense doen. Ik ben nu wel een beetje bang voor deze counterpush. Dus ik wil eventjes iets meer voorbereiding. Nu, op dit moment. Doen we eventjes de gang hier. Doen we Maynard. Doen we... Oké, even poison. Dat is op zich niet heel erg hoor. Doen we dit eventjes hier zo. Loggen we dit eventjes naar achter met wat bats daar zo. Zodat we die Dark Prince eventjes weghalen. Gaan we gelijk bij Miner komen. Ik doe wel weer dezelfde plek. Dat moet ik niet doen, want hij gaat dit gewoon gokken. Nee, gokt het niet. Oké. Nou ja, dan ga ik ineens vuurballen op mijn Rascal Girls hier wel rekening mee. Hiermee wel mee afrekenen. Doe ik eventjes dit zo en dit zo. Voor die Bandit afleiding. Let's go. Gaat allemaal zo als plan. Dan ga ik nu... Ik twijfel. Ik doe gewoon even Rascal Girls hier zo. Ik moet het ook niet te gehaast gaan doen. Ik moet het niet te gehaast gaan willen doen. Oké, top. Doen we Bats hier zo. Doen we een minetje naar de back.
met een vuurballetje erbij als hij met zijn nieuw is komt. Ja, ik kom met zijn nieuw is. Hoppatee, vuurballetje, let's go. Gaan die Rascal Girls op de toren als het goed is. Minertje, nee, dat is niet zo, maar wel een minertje en dat is nu voorbij. Oké, okay, let's go. Dit was ook wel een chille matchup. Hij had volgens mij alleen een... Oh, nee, hij had Snowball en hij had Poison, hij had ook nog Iwis. Maar ik vond dit nog een redelijk chille matchup. We gaan een laatste potje doen. Dit is het alles of niets potje. Win ik deze nieuwe PR, verlies ik deze, einde video. Sowieso einde video na dit potje. Maar misschien een PR en misschien zonder PR. Dus dit wordt wel heel erg spannend. Bats in the back, once again. En even kijken wat we nu gaan doen tegen Shulo uit de kleine Goethe-Schmiede. Een Duitser, denk ik. Ik ga dit loggen, want ik wil niet dat hij even met mij wacht. Ik wil eigenlijk gewoon lekker gaan spelen. Hij doet nog steeds niet. Ik doe mijn Goblin Gang hoog. Ik hoop niet... Nou, misschien is dit wel een Golem deck. Een Golem deckje vind ik eigenlijk wel prima. Maar ik denk niet dat dit een Golem deck is. Want ik zie daar een Knight. En Knight zie je niet veel met Golems. We doen even de Rascal Girls in de back. En dan komt hij met dit. Dan kan ik gewoon lekker vuurballen. Maar wil ik dit wel vuurballen? Nee. Ik wil liever nu een Miner komen. En gewoon met een Miner die Ice Wizard van hem killen. En dan misschien wel dit vuurballen. Ja, ik ga dit vuurballen, want die Ice Wizard gaat niet dood. En dan heb ik die Executioner net niet dood. Dus ik moet dit loggen als hij nu komt met een... hij komt niet met... Hij komt met dit. Okay. Oh, nee. Oh. Te vroeg. Te vroeg met mijn bets. En dit kan mij het potje kosten. Hij heeft Tornado, dat weet ik, door zijn Wizard en zijn Executioner. Hij heeft Ballon die ik echt heel makkelijk kon stoppen dit potje. Ballon is echt helemaal geen probleem met de deck. Maar wel als je zo dom bent om ja, de verkeerde timing te kiezen. Dus ja, we zijn al denk ik de lul. Even wachten. Ja, ik weet niet jongens. Ik denk dat hij Snowball heeft. Hij heeft Rage. Dus het is wel een gekke speler. En dat vind ik eigenlijk wel leuk. Even denken. Ik laat die Executioner hit en dan kom ik weer met Rascals. Ja, top. Ik kan dit namelijk gewoon nog winnen, jongens. Ik kan het gewoon nog winnen. We kunnen dit gewoon nog winnen, maar we moeten nu wel echt heel goed gaan spelen. Ah, damn it, heeft het Furnace. Even denken, en even Miner. Zo. Oké. Toren geactiveerd. Niet best. Wizardje gaat wel dood van hem. Maar we wisten allemaal dat hij een tornado had. Ja, hij kan het eigenlijk heel makkelijk uitspelen. Gewoon op lekker op defense te gaan. Gewoon even een minertje erin te sneaken. En het op die manier af te maken. We gaan het loggen. Bam. Dit is zonde. Ik had die... Oh, het is één play, hè. Het is echt letterlijk namelijk één play die het nu verpest. We hadden dit echt easy kunnen winnen, dit potje, jongens. We hadden dit potje easy kunnen winnen. Als we niet die verdomde bets net te vroeg dropten. We gaan wel alsnog proberen dit te winnen. We gaan eventjes snel dit en dit. Nee, we missen hem. Dan betekent dit dat die toren weg is. Volgens mij, ja. Nee, nog niet. Moet je kijken ook, jongens, hoe close we kwamen. Zeg niet normaal, dit potje had ik easy gewonnen, jongens. Ik had dit potje easy weten te winnen als ik niet die 1... Oh, dit is zo zonde. Ik had hier mijn nieuwe PR moeten... Oh, wat een chaos video. Maar wel leuk, want nu kan ik nog een video plaatsen. Morgen of overmorgen of de dag daarna. Waar we ook gaan strijden voor een video. Voor een nieuw PR. Deze had ik easy kunnen winnen. Mijn fout van die bets. Zonde, want dit was echt een potje. Ik had hier mijn nieuwe PR moeten halen. Maar jongens, ik hoop nog een leuke video. Zonde eigenlijk, maar ja, we kunnen niks aan doen. Jongens, ik hoop nog een leuke video. Zien we in de volgende video. En tot dan, mensen.